Deze Redelano Bouterse Highway zorgt voor meerwaarde in para. Foute stembiljetten vernietigd. WHO voorspelt 150.000 doden in Afrika door COVID-19. Het STVS Journaal op zaterdag 16 mei 2020. Goedenavond. De volksvertegenwoordigers van het district Para, Glenn Sapoen, Jennifer Vreedzaam en Patrick Kensenhuis, zijn er zeker van dat de Desiree Delano Bouterse Highway een grote meerwaarde zal zijn voor het gebied. Het is volgens hen een moedige stap geweest van de Nationale Assemblée om, ondanks kritiek vanuit de oppositie, dit megaproject goed te keuren. Ondanks tegenwerkingen van anderen tijdens de behandeling en de goedkeuring van dit project in de Nationale Assemblée, heeft de coalitiefractie het op zich genomen. Ja, en natuurlijk met onze bondgenoten het werk te klaren. En dezezelfde mensen die geen medewerking hebben verleend, die gaan ook gebruik maken van deze highway. En dankzij de regering Bouterse, onze president die een visie heeft, de NDP die een visie heeft, dat wij vandaag aan de dag hier staan. Dat de basis is gelegd geworden voor verdere ontwikkeling van dit gebied. Het is 15 mei 2020 en dit moment markeert een andere richting, een nieuwe richting in die ontwikkeling waarnaar wij willen gaan. Yes, we can do the job. Laten we ervoor gaan. Laten wij hier verder inhoud geven aan datgene wat we willen bereiken, namelijk de verdere ontwikkeling voor ons sweet Suriname. De aanleg van deze highway zorgt nu ook ervoor dat verschillende plantages in Para beter aangesloten zijn met elkaar. Verschillende sectoren kunnen door collectief te opereren beter tot ontwikkeling komen. Daarbij wordt er gedacht aan de toerismesector, de agrarische sector en andere diensten waarbij transport een grote vereiste is. Maar de verbinding met Paramaribo verdient nu de meeste aandacht voor de plaatselijke gemeenschap. Ik vind het geweldig. Het is een betere infrastructuur, een betere verbinding naar de internationale airport. En wanneer de studenten met de bussen gaan vroeg in de ochtend naar school, is het meestal een drukte op de weg. Maar het is nu een betere verbinding met Paramaribo, Highway Paramaribo. Dus ze kunnen nu op tijd de scholen bereiken. Hoe ben ik daar op en op? De man zal misschien nog met Santia. Dus aan de crossbay, voor kan bereiken, het laatste deel dat voor Para ook doen. En morgen snel, je gaat voor de zee. Is zo'n verbinding Sanderij of Kennedyweg naar Paranam? Is meer dan mooi. Jullie moeten duidelijk die scheiding maken op de weg. Daar ben ik toch zeker dat we geen brokken gaan maken. Maar u kent de jeugd van tegenwoordig. Ze rijden auto's en ze denken dat het een snelweg wordt. Dus daarvoor ben ik wel bang. De aanleg van de ongeveer 9,5 kilometer lange weg is onderdeel van het Dalian 4-project en staat niet los van andere infrastructurele projecten die in dit kader worden uitgevoerd. We moeten niet vergeten dat onze bestaande highway die we kennen, die is ook volledig gerehabiliteerd. Fase 1 is geweest vanaf de verbinding met Afubaka tot en met de Tutlivo-Kanaalweg, dat is fase 1. We zijn momenteel bezig om fase 2 intern uit te werken op het ministerie en dan willen we daar ook een start gaan maken om vanaf de Tutlivo-Kanaal richting Latour ook diezelfde breedte te gaan hanteren en te rehabiliteren. Minister Wijay Chotkan gaat ervan uit dat deze highway meerdere investeerders zal aantrekken om de potentie van Para nog meer te benutten. Het gebied is ontsloten, maar ook mogelijkheden om te gaan investeren. Dat grote investeerders natuurlijk hier, en ik zal niet zeggen langs deze nieuwe highway, deze Delano-Bouterse highway, niet langs, maar we zijn ook daar geruime tijd bezig mee hoe wij andere mogelijkheden hierop gaan kunnen aansluiten. Investeerders die willen investeren, mensen die in ieder geval ook willen meedenken om die verdere ontwikkeling doorgang te kunnen geven. Op advies van het OKB, dat is het Onafhankelijk Kiesbureau,
heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken vanmorgen ongeveer 200.000 foutief gedrukte stembiljetten vernietigd. Dit gebeurde ook onder toezicht van het Korps Politie Suriname op Marina Durga. Het ministerie heeft op verzoek van politieke organisaties besloten om de stembiljetten voor de Nationale Assemblée en de resortraad van de districten Paramaribo, Wanica, Marowijne en Sipaliwini te corrigeren. Op de stembiljetten van Paramaribo, Wanica en Sipaliwini komt de politieke partij SDU niet voor met het juiste partijlogo. Dit is vrijdag gecorrigeerd. In een ander geval komt een assembleekandidaat van de HVB dubbel voor op het stembiljet. En dit kon worden rechtgetrokken voordat de stembiljetten werden gedrukt. De laatste correctie ging om vervanging van een foto van een NPS-kandidaat in het district Marowijne. De partij had namelijk voor een mannelijk assembleekandidaat een foto van een vrouw aangeleverd. President Desiree Bouterse heeft vrijdag in Para een petitie in ontvangst genomen. Hierin wordt geëist dat de regering onmiddellijk hoger beroep aantekent tegen het vonnis van de rechter in zake opschorting van de wet controle valutaverkeer en transactiekantoren. De petitie is ingediend op initiatief van jongeren die gebukt gaan onder de huidige koersontwikkelingen. Zo wordt gezegd. Wij allen, burgers van Suriname, die gebukt gaan onder de gevolgen van abnormale koersopdrijving eisen van de regering van Suriname. Alle acties die nodig zijn om de opschorting van de wetcontrole valutaverkeer en transactiekantoren door de rechter teniet te doen. Wij eisen daarom dat de regering van Suriname onmiddellijk hoge beroep aantekent tegen het vonnis van de rechter in zaken opschorting van de wetcontrole, valutaverkeer en transactiekantoren. 2. Onmiddellijk overgaat tot uitvoering van het bepaalde in de valutawet waarbij de centrale bank een wisselkoers publiceert hetgeen wordt gehanteerd bij alle transacties van handel en dienstverlening. 3. Streng het optreden tegen ieder die zich schuldig maakt aan het illegaal kopen en verkopen van deviezen. 4. De financiële steun aan de rechterlijke macht stopzet die bewezen heeft de belangen van enige politieke belangen te verkiezen boven de bescherming van de burgers van Suriname en gaat over de orde van de dag. De indieners van de petitie wijzen erop dat direct na de opschorting door de rechter, in opdracht van de NPS en de VHP, de wisselkoers ongecontroleerd is gestegen vanwege speculatie en bewuste koersopdrijving. Een Amerikaanse dollar kost nu al 18 SRD. Alsjeblieft, president. Ik moet ook meegeven dat binnen een paar uren meer dan 900 mensen tekenen aan petitie die zien. Amen. Hier hebt u de namen en u mag informeren. Next, no nep. If you zoek aan ding, je vindt een ID-nummer. Alles aan het origineel. Dank u wel. Dank u wel. Directeur. Ja, president. Wanneer de regering en het volk samen kijken naar het belang van ons volk, zullen wij dat tot grote hoogte komen. Maar ik doe initiatiefnemers, jongeren, oudere vrouwen, huismoeders enzovoorts bedanken voor dit initiatief. En we gaan zeker echt over de orde van de dag. Amen. Directeur, we gaan snel handelen. In ieder geval, president, ten aanzien van punt 4 zal ik u adviseren. Wij voelen het, president. Jawel. Meer dan 300 repatrianten komen zondag aanstaande vanuit Nederland terug naar Suriname. Deze vlucht wordt uitgevoerd door de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij, de KLM. Volgens coördinator Jerry Slijngaard van het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing heeft de Surinaamse ambassade in Nederland alles in het werk gesteld om ook deze groep op een verantwoorde wijze terug naar huis te sturen. Op deze vlucht worden ook de 11 in India gestrande ingezetenen meegenomen. De volgende repatriatie is op zondag 17 mei. En dat is dus een vlucht uit NL, Nederland. En de verwachting is dat wij ongeveer een 320 pak zullen krijgen
naar Suriname toe. Er is een issue met betrekking tot mensen die in India waren en die dus terug zouden komen naar Suriname. We hebben dus een registratie van ongeveer 23 mensen gehad, de ambassade van Suriname India. En KLM die heeft maar aan 11 mensen plek kunnen bieden voor deze vlucht. Dus dat wil zeggen dat KLM voorlopig 11 pax heeft laten halen vanuit India om dus door te reizen uiteindelijk richting Suriname. Met de overige mensen vragen wij om wederom in contact te blijven met de ambassade, zodat ze dus een volgend moment zullen kunnen afstemmen, zodra het volgend moment er is, dat ze dus in elk geval op de hoogte zijn daarvan. Dat is de informatie die ik op dit moment kan geven, met betrekking tot de mensen die dus gestrand zijn in India. Het logistiek daaromheen is inderdaad ook wel door de ambassade in orde gemaakt, de Surinaamse ambassade. En het is in principe is alles weer in place gebracht, zodat we dus de mensen weer op een correcte wijze kunnen opvangen die daar zo achterblijven. Na de verschillende repatriaties die de afgelopen week zijn uitgevoerd, zijn er nu 576 personen in quarantaine. De uitdaging blijft evenwel het vinden van geschikte quarantaineplekken in ons land. In zijn totaliteit hebben wij nu 576 mensen in quarantaine. Het bord is nog niet bijgewerkt. Ik zie daar 556, maar het moet 576 zijn. En het aantal quarantaineruimtes die op dit moment bezet worden, landelijk, dat zijn dus 19. Dat zijn 19 plekken. En we zorgen ervoor dat we dus nog steeds bezig zijn met gesprekken om andere quarantaineruimtes te krijgen. En deze quarantaineruimtes, daar zijn we dus inderdaad heel erg schaars geworden in Suriname. En als één ding is dat we hebben geleerd op dit moment, is dat er misschien meer ruimten moeten worden gemaakt in Suriname met betrekking tot de opvang van toeristen, et cetera. Want ze zijn niet echt helemaal voorhanden. De Surinaamse Waterleidingmaatschappij is gestart met het verlengen van hoofdbuizen in zijwegen van de Hendrikstraat in het resort Quatta. Doordat er meer woningen bij zijn gekomen in dit gebied, is de behoefte aan meer huisaansluitingen groter. De Anouk Toelzeweg heeft de SWM een aanvang gemaakt met deze werkzaamheden. Bewoners van deze straat hebben eerder een aanvraag ingediend bij de SWM om aangesloten te worden op het waterleidingnet. Wel, sinds we bezig zijn met het bouwen, hebben we geprobeerd om alvast we hadden bij SWM een verzoekbrief gevraagd omdat wij het niet kunnen permitteren. Het is meer dan 40.000 SRD dat we moesten neertellen en dat konden wij niet permitteren. Vandaar dat we de SWM hadden benaderd en met een verzoek dat wij het kunnen krijgen. Maar eindelijk heeft de NDP naar ons geluisterd. Minister Robin Permisser is namens de NDP belast met de coördinatie van het veldwerk in dit gebied. De NDP heeft volgens hem in deze periode bewezen dat nutsvoorzieningen in alle delen van het land in orde worden gemaakt. Veel mensen gaan zeggen waarom nu 2-3 dagen voor de verkiezing. Het is geen verkiezingsstuk. SWM is in het hele land druk bezig. Dat zien jullie ook toch? Wat 30, 40, 50 jaren niet gebeurde. Kijkt u maar in de afgelopen jaren in zoveel gebieden die harde werkers van SWM. Hoe ze dat water gebracht hebben. Leed als op Domburg in de stad en noem maar op. Het is een klein team, maar mijn complimenten. Kijk, zaterdag, zondag werken die heren en dames gewoon door. Onze dank daarvoor. De Surinaamse Waterleidingmaatschappij heeft 3 dagen uitgetrokken voor de werkzaamheden aan de Anouk Toelzeweg. De regiochef Distributie Noord, Valino Kruden, gaat verder in op het natraject. We zijn hier bezig met het verlengen van een 3-duim distributieleiding. Er zijn Surinamers hier die ook verstoken waren van water. Vandaar dat we genoodzaakt zijn de leiding te verlengen. Het gaat om een strekje van 96 meter. Dus dat gaan we vandaag afronden met het aanleggen. Er volgt daarna een keuringsproces dat kan 2-3 dagen duren. Daarna, als het is goedgekeurd door ons lab, kunnen de verbruikers, tenminste de klanten, aanvragen.
Per morgen hebben de mensen, als ze aangesloten zijn, water. Ja, dag? Dan kan op een douche. Abon? Kunnen we iedereen een applaus geven aan de directeur van SWM, aan de werkers? Ja? Dat ze dat werk doen. En dat we onze erkentelijkheid daarvoor uitspreken. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme heeft vorig jaar het Innovation Firm Suriname Clusterproject geïnitieerd ter ontwikkeling van ondernemerschap en werkgelegenheid. Belangrijk is dat de toerismesector niet gaat doodbloeden. Wat we hier aan het doen zijn, is de plek verfraaien op een creatieve manier. Het is een plek waar heel veel heeft plaatsgevonden. Kojomenter en Present bijvoorbeeld zijn hier levend verbrand. Er heeft hier een trein heeft hier ook gereden die richting de Lawa moest gaan. Hier zo op de hoek stond ook een huis waar twee piano's van meneer Helstone zaten en ook heel veel papieren of geschreven muziek van hem was. En dat is in vlammen opgegaan bij een brand. Het jaartal om even ten goede, maar ja, dat is allemaal verloren hier gegaan. Dus dat zijn best wel interessante weetjes over deze plek. En als je kijkt naar de plek hier, daar, ja, gaf het niet echt de waarde van deze plek aan. Het EBS-huisje wat je hier zo achter me ziet, dat was een plek wat eigenlijk werd gebruikt als openbaar toilet. Het stonk er vreselijk. Er staat een monument ter herinnering van Kojomenter en Present, maar je kon niet eens in de buurt blijven, want die geur die je tegemoet kwam was vreselijk. De binnenstad van Paramaribo is rijk aan historische panden en monumenten die van belang zijn voor de toerismesector. De komende tijd wordt op verschillende plekken in de binnenstad aan stadsverfraaiing gedaan. Maar voor de toerismesector is dit een verloren jaar, zegt Yves John. Dit jaar kunnen we eigenlijk al vergeten. Maar deze tijd is wel een tijd dat nu de verschillende toeristische organisaties en instanties bij elkaar komen om te kijken naar de modellen, om samenwerkingen te versterken. Dus dat zijn wel ja, mooie dingen die gebeuren in zo'n vervelende situatie. De maatregelen binnen de COVID die, ja, zijn sinds afgelopen week zijn ze iets versoepeld. Of aangepast, laat me het zo zeggen. Er is nu geen COVID in Suriname, maar we moeten wel heel erg voorzichtig blijven. Een feit met het hele COVID gebeuren is dat we voorlopig de buitenlandse toeristen nog niet hoeven te verwachten. Maar de toerismesector die moet natuurlijk wel in stand blijven. En ja, we zijn genoodzaakt om te werken vooral voor de lokaal toerisme op gang te brengen. En dat is eigenlijk een hele grote wens voor ons, maar iedere keer kwam het er niet van. En nu is eigenlijk de hele sector die is genoodzaakt om te werken voor lokaal toerisme, om dat in ieder geval gewoon goed op gang te brengen. Zodat wanneer de buitenlandse toeristen gaan komen, dat we echt een mooi goed toeristisch product hebben wat de Surinaamse gemeenschap zelf ook waardeert. Dit project moet ervoor zorgen dat de binnenstad er beter uitziet. Met meer plezier voor de bezoekers en geen ruimte voor vandalen. Door COVID-19 zijn er heel wat projecten vertraagd, maar niet stopgezet. Nou, we zijn niet direct gestopt, maar natuurlijk heeft het wel voor nodige stagnering heeft het gezorgd. Binnen het project hebben we ook een aankoop kunnen doen van golfkaarts, waarmee we dus tours in de binnenstad gaan doen. Foodtrucks die zitten ook, zijn ook onderweg. En ook van die outdoor digitale kiosken, dat zijn boxen zijn dat eigenlijk, digitale boxen, waarmee dan eigenlijk is, moet ik het goed zeggen, het is gelinkt aan een online platform. En met dat platform zijn we dus nu bezig om dat te bouwen en die andere dingen zijn onderweg nu hier naartoe. Dus het heeft wel voor wat stagnatie gezorgd, maar in de tussentijd heeft het ons ook weer wat extra ruimte gegeven om extra hard door te werken. Tot zover het Nationaal Nieuws. Straks na de reclame volgen de internationale berichten.